Gianluca Nijholt, je eerste wedstrijd van NAC in Dordrecht Stadion. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Ja, het was een beetje een rommelige wedstrijd, had ik het idee. Ik vond dat we niet goed speelden. We gaan wel 1 naar voor. Zij maken een beetje uit de counter, dat eigenlijk een vrije trap was, maken ze 1-1. En dan moet je er weer achteraan. En dan willen we ons reverseren van afgelopen vrijdag. En dan valt hij gelukkig goed. Dus gewoon, volgens mij via de onderkant van de lat kwam hij terug en Gino tikt hem binnen gelukkig. Maar dan wordt het nog de laatste kwartier wordt nog even billen knijpen en alles of niks. En compliment aan het team dat we voor iedere meter gestreden hebben de laatste kwartier en die overwinning over de streep getrokken hebben. Oké, wat is het verschil met het team van afgelopen vrijdag? Er zijn wat wisselingen geweest in de basis, mede door de blessures. Merk je ook daadwerkelijk een ander spel? We gaan uit van ons eigen spel, zeg maar. We hebben niet anders gedaan dan normaal, zeg maar. Al moet ik zeggen dat we niet tevreden waren over het balbezitverhaal. Er moet nog meer uitkomen, we moeten er nog dreigender en gevaarlijker voor zijn. Maar compliment aan Brandon en Gio, ook zeker aan Gino, die vandaag goed hun ding hebben gedaan. En Gio zorgde voor heel veel dreiging. Gino achterin, die een goede wedstrijd speelde en tijdens de buurtwedstrijd in de baas ook nog scoorde. En Brandon weten we dat hij een heerlijke dribbel heeft en goed kan voetballen. Dus ik denk positief naar die drie jongens toe. Je hebt in de voorbereiding natuurlijk met de 11 gespeeld zoals die een aantal wedstrijden hebben gestaan. Nu zijn toch alle City-jongens erbij. Verandert veel in het spel, in jullie eigen spel? Nee, eigenlijk niet. De doelstelling vanuit achteruit willen opbouwen en hoe we willen voetballen is gewoon nog hetzelfde. En nu die jongens erbij zijn van City, kunnen we juist met z'n allen dezelfde richting op en weet iedereen van elkaar wat we gaan doen en hoe we moeten doen. Dus dat is alleen maar positief dat iedereen nu binnenboord is, denk ik. En kijk je ook naar de tegenstanders op dit moment. Komende vrijdag komt natuurlijk FC Dordrecht eraan, dan even een week niks. Hoe bereid je je daarop voor? Den Bosch bedoel je, Den Bosch thuis, ja. Het is de derde wedstrijd in een week en we moeten goed herstellen. En we zijn morgen vrij, dus we kunnen morgen lekker herstellen. En dan woensdag weer gaan trainen en dan ons voorbereiden op Den Bosch en dan knallen. Want we hebben nog wat goed te maken van afgelopen vrijdag thuis en dat laten we ons niet nog een tweede keer gebeuren. Goed, dankjewel en geniet van je avond. Dankjewel.